Na 1 uur is voor mij het allerbest. Sinds de start van de inzamelingsactie gisteren staat Samantha's telefoon roodgloeiend. Allemaal televisieprogramma's, maar ook mensen die weer willen doneren. Dus het is even heel erg hectisch. Samantha wil 25.000 zaklampen met batterijen naar Sint Maarten sturen. Mijn dochter heeft deze gedoneerd voor de mensen in Sint Maarten. Haar zaklampje. Want ja, Defensie die brengt water, die brengt kleding waarschijnlijk, voedsel. Maar licht niet. Alles ligt plat. Dus ze hebben echt licht nodig. Samantha woonde zelf een jaar op het eiland. Ze maakt zich grote zorgen om de familie van haar jongste dochter, die door orkaan Irma is getroffen. Je ziet al die beelden van die windvlagen en de daken die eraf vliegen. Dus het is echt een angst voor de familie van, oh, zit je niet op een bovenverdieping of op een heuvel, dat het water je weg kan stromen met je huis. En het was echt heel erg eng. Inmiddels weten ze dat de familie oké is. Maar Samantha denkt dat het nog maanden duurt voordat het eiland weer stroom heeft. Over een maand moeten alle 25.000 zaklampen zijn ingezameld en vervoerd naar Sint Maarten. Dan gaan we het lijntje uitgooien naar Defensie. Er is een vader hier op school bij mijn dochter die bij Defensie werkt. Of anders het ministerie zelf bellen, Rode Kruis. Kijken of hun kunnen helpen. Samantha roept iedereen op te doneren. We hebben een Facebookpagina, Zaklampen voor Sint Maarten. Dus misschien kunt u daarop kijken en het liken en het delen met uw vrienden en familie. Er zijn miljoenen mensen hier in Nederland. Dus als we niet aan 25.000 zaklampen kunnen komen, dat zou heel erg jammer zijn. Het gaat ons lukken.